Hi, het is vandaag vrijdag. Wij zitten in de auto onderweg naar Den Haag. Om de volgende stap te zetten voor het kopen van ons nieuwe huis. We gaan het renteaanbod ondertekenen en aanvragen. Zodat de eerste stap eindelijk gezet is voor de aanvraag van onze hypotheek. Spannend! Ik ben net terug van het ondertekenen van de aanvraag voor de offerte, voor de hypotheek. En ik heb nu iets heel anders, heel leuks. Ik heb van de week een aanvraag gedaan voor een brochure van Stella Fietsen. Stella Fietsen heeft elektrische fietsen en die hebben ook een speciale mama fiets. En dat lijkt me straks, als de kleine er is, wel heel handig. Dus ik wilde me daar even in verdiepen. En ik heb net dus dit pakketje binnengekregen. Althans, pakketje. Dit is geloof ik een doosje. Dus die ga ik even openmaken. Ik denk dat daar de brochure dan in zit. Yes. Dit is de brochure. En ik kijk dan de fiets van vinden waar het over gaat. Dit is de Stella Fiore. Zien of die erin staat. Ah, daar is die. De Stella Fiore. Nou, het is dus een fiets met 3 of 7 versnellingen. Nou, goed stabiel frame. Ik geloof dat er een speciale standaard op staat dat die mooi stabiel is. Je kan er dus 2 zitjes op doen. Voor ons wordt het in ieder geval in het begin eentje. En nou, er staat hier heel wat uitleg over. Dat is dus een elektrische fiets, dus met wat extra trapondersteuning. Dat vind ik toch wel fijn. Lijkt mij wel fijn om die trapondersteuning straks te hebben, want we gaan dadelijk natuurlijk verhuizen. Gaan we net buiten het centrum wonen. En ik vind het toch wel heel fijn om dingen op de fiets te kunnen blijven doen. Ja, als je dan zo'n kleintje erop zet, extra kilootjes. Sowieso. Momenteel is mijn conditie ook niet echt denderend. Dus een beetje hulp zou wel heel fijn zijn. En het allerleuke is, ik werd nadat ik die aanvraag voor de brochure had gedaan, gebeld door Stella Fietsen. Dat ze nu bezig zijn met een... doe nou eens weer even de nagels aan het doen. Lukt dat? Ik vind het leuk om dat te doen als ik aan het filmen ben. Ik werd dus gebeld dat ze bezig zijn met een project waarmee ze met een bus rondrijden met de fietsen erin. En dat ze dus naar je locatie komen om daar een testrit te maken in je eigen omgeving. Dus ik zit te wachten. Ze komen zometeen als het goed is langs met de Stella Fiore. Zodat ik die eventjes kan uitproberen. Dus ik zal jullie dat ook eventjes laten zien. Ben benieuwd. Een beetje en zo? Nee, geen idee. Nou, dat moet je echt doen. Dat is heel interessant. Oké. Ik zit al heel lang in de fietsen en wat deze meneer heeft gepresteerd in korte tijd, dat is gewoon waanzinnig knap. Oké. Ja, het is nog niet zo lang op de markt volgens mij, toch? 9 jaar. Oh, toch al wel? Nee, dat is niet lang. Nee, maar ik dacht. Zijn
versnellingen. Dat ben je waarschijnlijk wel gewend. Ja. En dan zijn dit de ondersteuningsstanden. Dit is min en dit is plus. Dit is de accuconditie. Dus die is bijna vol. Hij staat op maximaal, dan voel je meteen wat hij doet. Als het minder moet worden, dan druk je op deze. En dan gaat je ondersteuning naar beneden. En als het meer moet, moet hij die katten. Ja. Maar er staat een verlichtingsdingetje op. Als ja, je die als je hem lang ingedrukt houdt, dan gaat het licht aan. Oh ja, ideaal. En die onderste dan? Die is dan waarschijnlijk ook die nog onderste, voor. Die onderste is een loopassistent. Dat noemen ze ook wel een walk assist. Oké. Okay. We zijn in Nederland natuurlijk, dus dan noem je dat gewoon een loopassistent. Een loopassistent. Dus jij je loopt met de fiets aan de hand, ja. De zware boodschappentas eraan en je moet een taluutje op. Dan hou je die onderste knop ingedrukt. Kijk. Ah, en dan helpt hij je naar boven toe. Ah, oké. Okay. Ideaal. Dan blijf je daar nog een beetje mooi bij. Ja. Zal ik hem ietsje hoger zetten, want je benen in de hemel. Nou, valt wel mee toch? Nou. Ja, ik ga even een rondje fietsen. Ja, ga maar lekker rijden. Wil jij het anders filmen? Dat jij aan het rijden bent? Ja. Ja, en dan kan je knippen wat je wilt. Hij stopt ook automatisch op het moment dat je, als je stopt met trappen, dan houdt hij ook automatisch. Hi, het is zaterdagochtend. Zaterdagochtend betekent voor mij een beetje uitslapen, ontbijten en dan door naar de tennis. Ik volg sinds een paar maanden inmiddels al wel tennislessen. Daar ben ik mee gestart toen ik me zo rot voelde. Dat helpt om een beetje sport in mijn leven te hebben. Een verplichting te hebben, want je werkt toch, je sport toch in een groep. En ook wat sociale contacten te hebben. Dus ik ben klaar, ik sta in mijn pakkie en ik ga nu de deur uit. En Thomas kijkt op de bal. Ben je bezig om die richting mijn kant te filmen?
Ja, hetzelfde. Ciao. Ja, bek en volle, hè? Dat nog eens zien. Oh ja. Schijfjes. Kom op. Op, 5 ballen. 5 keer smashen. 1. Ja, ga door. En de laatste komt ie. Nog de bonus. Heel goed gedaan. Lekker man. Het is vrijdag en iemand had geen zin om te koken. Sorry. Dus wij zijn bij Pepe. Hi. Thomas. Hola. Tot bijna. Signora, eet weer lekker samen. Ja, goed, hè? Ja, het is ook gezellig met vrouwen, maar het loopt niet. Ciao bellissima.